Hi guys, welkom allemaal bij HomeBot 25. Ik ben Radna, dit is Ginny. We gaan vandaag 5 rondjes doen van 20 backpack bent over rows. Daarna 15 backpack good mornings. En daarna 10 weighted leg lifts. Ik ga de oefening even aan je uitleggen. Oefening nummer 1 is de bent over row. Wat heb je daarvoor nodig? De stok en je rugzak. Wat wij hier hebben gedaan, is eigenlijk de hengsels van de rugzak een paar keer om de stok heen geslagen. Zodat het gewicht wat je hebt vrij compact en dicht bij de stok is. Als dat niet lukt, kan je ook op een verhoging gaan staan bij deze oefening. Wat je doet, is je pakt de stok op. Je handen zijn net buiten schouderbreedte. Je voeten zijn recht onder je heupen. En daar vandaan duw je je billen naar achter. Je borst is mooi uitgedrukt, schouderbladen knijp je. En dan trek je het gewicht eigenlijk met je ellebogen recht omhoog richting je ribbenkast. Ongeveer ter hoogte van je navel. Voor je good morning heb je ook weer je rugzak nodig. Wat je doet is je vouwt hem even dubbel om ook hier het gewicht weer vrij compact te nemen. En dan knuffel je hem, dus je houdt hem vrij hoog op vast. Voeten staan weer onder je heupen. Je hebt een lichte knik in de knieën, dus geen overstrekking van het been. Daarbij duw je je billen naar achter en je komt met een rechte rug naar voren en weer helemaal omhoog. Wat je doet is spanning opzoeken op hamstring en bil, zo ver als jij kan, zonder je rug te buigen. Dus geen buiging in de rug, die blijft weg. Voor je weighted leg lifts heb je een gewichtje nodig. Als je een dumbbell in huis hebt, dan is dat het makkelijkst. Die blijft achter je voetzolen haken. Heb je dat niet, dan neem je een fles. En als je een fles hebt waar een smal stukje in het midden zit, dan is dat mooi. Je plaatst de fles tussen je voeten. Dan kom je liggen op je rug. Je voeten duw je naar het plafond. Onderrug is in de grond. Goed je navel intrekken, armen zijn langs het lichaam. Je laat je benen zakken en ze komen weer omhoog. En dat doe je 10 keer. De training van vandaag zou ik graag zien dat je die een beetje meer strength-based insteekt. Dat betekent dat je je gewicht zo zwaar maakt dat je je setjes moet opdelen. Je bent over row hopelijk in setjes van 10, dus 2 sets. Je good morning mag je opdelen ook in 2, dus 8 om 7. En je weighted leg lifts waarschijnlijk 10 unbroken. Maar als je het voor jezelf zwaarder kan maken, waardoor je kleinere sets moet maken, is dat ook helemaal prima. Heel veel succes jongens!